Cambuur TV wordt u aangeboden door Reisbureau Internoord. Welkom bij Cambuur TV. Dinsdagochtend werkte Cambuur de eerste training van 2017 af in het eigen stadion. Direct daarna vertrok de selectie richting Spanje. Aan het begin van de avond zette Cambuur voor het eerst voet op Spaanse bodem. Van 3 tot en met 7 januari slaan de mannen van Sipke Hulshoff en Arne Slot hun tenten op in La Nucia. Woensdagochtend werkten de mannen zich op het prachtige complex in La Nucia flink in het zweet. We spraken met Sipke Hulshoff over de accommodatie en zijn bedoelingen dit trainingskamp. Sipke Hulshoff, Cambuur neergestreken in La Nucia. Hoe bevalt het hier? Nou ja, je ziet het zelf ook een beetje. Als je achter me kijkt, van, we zitten in een prachtige mooie omgeving. Nou, wat voor ons het allerbelangrijkste is dat het veld goed is. Nou, het veld ligt er fantastisch bij, dus we kunnen prima trainen. Hotel is goed, de aankomst is goed. De 2 trainingen die we tot nu toe hebben gedaan waren prima, dus de start is veelbelovend. En het weer is ook prachtig. Ja, het weer is fantastisch, hè? Je staat weer lekker in het zonnetje, de korte broeken kunnen aan en geweldige omstandigheden om te kunnen trainen. Je hebt 24 spelers meegenomen. Ze waren niet allemaal vandaag bij de training op het veld. Kun je de status geven van de 5 die er niet waren? En dat klopt, hè. Giro en Toko, Matthew Steenvoorde en Danny Bakker, die worden nog het voorstel eruit gehaald. Dat zijn de jongens die vanmiddag wel mee gaan trainen, dus die gaan we aan de voorkant bepalen welke trainingen die jongens mee kunnen doen. Maar die kunnen nu nog geen 2 trainingen op een dag doen. We trainen vandaag 2 keer. Voor Robert Schilder geldt dat hij terugkomt van een blessure. Zijn we voorzichtig mee, die zal ook van de week een x-aantal oefeningen wel meedoen. Maar wij richten met hem puur op volgende week. Hè, dat hij maandag aan kan sluiten bij de groep, ook met het oog op VVV. En hetzelfde geldt een beetje voor Jordi van Delen. Jordi is al wat langer geblesseerd. Jordi zal ook volgende week weer volop in de groep mee trainen. Maar ook deze week aangepast trainen en met het oog op volgende week. Nino Schaurier, Ricardo Kip en natuurlijk Jesse zijn niet mee. Wat is de reden dat zij niet mee zijn? Nou, Ricardo Kip zit nog steeds met de breuk. Dus hij heeft zijn voet nog in het gips. Dat duurt nog een x-aantal weken voordat het gips eraf mag. Raymond Jesse is herstellende van een zware blessure. Dus die kan hier in principe niks doen qua veldtrainingen. Dus hebben we gezegd van die doet gewoon zijn trainingen op de praktijk in Leeuwarden. Ook op het veld van Leeuwarden. Nou, Nienus Greijen hebben we aangegeven binnen de club dat hij weg mag. Die mag dus deze week rustig op zoek gaan naar een nieuwe club. Mocht er deze week niks komen, dan traint hij volgende week gewoon weer met de eerste selectie mee. Dat is even afwachten hoe dat voor de rest loopt deze week. Maar Nienus, mocht hij niet weg kunnen deze week, dan sluit hij volgende week gewoon weer aan bij de groep. Heb je om de selectie compleet te maken 2 spelers van Jong Cambuur meegenomen? Hoe belangrijk is het voor hun dat zij mee kunnen? Nou, dat zijn 2 jongens die het in onze ogen hebben verdiend. We werken ten eerste elke training keihard. En dan krijgen we ook de respons natuurlijk van Dennis Verree, van de trainer van de Belofte, dat zij heel erg tevreden is over deze 2 jongens. Er zit een goede kop op. Jongens geven alles. Dat is de eerste vereiste wat wij ook eisen om de stap te kunnen maken naar de eerste elftal. En daarnaast vinden wij ze kwalitatief natuurlijk ook goed genoeg om te kunnen ruiken aan de eerste elftal. En we hopen dat ze dezelfde stappen kunnen maken als bijvoorbeeld een Jamiro Montero en een Nordin Boetsemar. Kun je een beetje aangeven wat het programma nu in de resterende dagen is? We gaan vanmiddag trainen, we gaan morgen 2 keer trainen. We gaan vrijdagmorgen trainen, vrijdagavond de wedstrijd tegen Vitesse. Zaterdagmorgen trainen en dan gaan we richting Leeuwarden. Wanneer is het trainingskamp voor Sipke Hulshoff geslaagd? Het trainingskamp is geslaagd voor mij. Nou, die is al een beetje geslaagd omdat we hier natuurlijk met onze groep zitten. Dat we in ieder geval weer de principes, hè, die we elke keer weer aangeven bij de jongens, dat we die nog iets hebben kunnen verbeteren. Dat de jongens qua fitheid weer stappen hebben gemaakt. En dat wij gewoon richting volgende week, het programma richting VVV, gewoon volledig gefocust, fitheid, alle dingen die we nodig zijn om goed te kunnen starten tegen VVV, dat we daar weer stappen in hebben gemaakt.